Hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer samen met mijn vader, omdat de vorige keer de F1 video super goed in de smaak is gevallen. Dus daarom zijn we vandaag terug met het race monster Marcel die geen enkele andere bezigheid meer heeft in zijn leven. Nou, in ieder geval is mij, we gaan vandaag weer een nieuwe Formule 1 video doen. Ik hoop dat jullie daar hartstikke zin in hebben. We hebben natuurlijk alle spullen weer hier van Fanatec, wat super mooi is. En de computer die we van Hardware Expert uit Almere gekregen hebben. Dus dat is super mooi. We hebben heel erg veel aanvragen gekregen om het Formule 1 circuit Monaco te doen. Dus vandaag gaan we Monaco doen. Wel gelijk het allermoeilijkste wat er is. Nee, hoewel, er is er nog eentje moeilijk. Oh, nou, ik vind zelf deze denk ik wel de moeilijkste. Ja. Vandaag gaat mijn vader beginnen met de eerste tijd neerzetten in plaats van ik. Oké. Dus ik ben heel benieuwd. Zoals jullie weten, het is weer allebei krijgen we twee kansen om de snelste tijd neer te zetten, net zoals de vorige video. Als je nou een ander circuit wil de volgende keer, laat het dan zeker achter hier beneden in de comments en welke ook. En ja, we gaan maar gewoon beginnen. Of wat we nog meer kunnen doen eventueel met Formule 1. Ja. Doen, twee rondjes achter elkaar. Heb je misschien nog kans? Dus, het is zijn beurt. Oké, jongens en meiden. Nogmaals, we kregen ook heel veel commentaar over dat we noob zijn, dat we niet goed hierin zijn. Ai, kom! Vader daagt jullie allemaal uit nu! Ja. We zijn ook net begonnen. Ja, nee, let's go. Ga jij maar, doe jij maar je eerste race. En zet je kop in van ons. En, oh ja, ik ga mijn vader deze eerste race misschien iets meer in zijn concentratie laten. Graag. Ja, eigenlijk niet, want deze, jij hebt dit al 300 keer gereden. Ik heb dit net een paar keer gedaan. Nou, ik heb net nog mogen oefenen zelfs. Ja, maar Monaco, dat is echt wel een kunstje apart vaak, vind ik. Oké, nou, ga je gang. We rijden ook met een Ferrari. Oké, de allereerste ronde, hè. Je moet nu gelijk al... Mag je niks oefenen? Nee, nee. Het is nu gelijk tijd inzetten. Zo, ik schakel lekker door zo. Oké, daar komt hij. En zijn eerste tijd gaat nu in. Nou, hij is al in. Dus zijn eerste bocht gaat hij in. Oh. Hey, ik hou niet uit je concentratie, hè? Ik hou niet gewoon volledig in concentratie. Je gaat maar ik moet echt even wennen weer. Je begint... Mag ik niet even één rondje... Nee, even wennen. Wat? Dit is... Hallo. Jij oefent dit de hele dag. Ja, maar ik begin even voor het eerst vandaag. Oké, nou, dat maakt niet uit. Woe! Kijk, nu heb ik tenminste de kans om het te winnen, snap je? Als jij niet mag oefenen en ik wel. Aangezien ik... Jij doet dit... Hier, doe deze bochten neem je allemaal in één keer goed. Oké, daar komt ie. Oh, en de tunnel in. Ja, ja. Wij zijn trouwens ook met z'n tweeën naar Monaco geweest. Een jaar geleden volgens mij. Oké, kom op. Ik hoop gewoon dat je crasht. Dan heb ik gewoon meer kans. Nou ja. Ja, hoe neem jij deze bochten? Dat kan ik niet eens. Tuurlijk. Oké, de tijd is... Oké, hij heeft wel een goede tijd op nu toe. 55 seconden. Oh jee. Hij slipt wel een beetje. Oh jee. Oh jee. Oh. Nee! Ja! Oké, en zijn tijd wordt... Race je nou echt... Ik maak toch al helemaal geen kans meer nu. Hoezo niet? Ga goed dan! En de tijd is 1:15.923. Hij maakt wel wat fouten hoor. 1:15.923. Oké, deze... Hoppa! Deze maar jij ziet als het goed is nu al, de ghost van deze tijd. Dus de auto die straks voor me rijdt, dat is dus de auto van mijn vader. Jongens, het is mijn allereerste beurt. Het is mijn allereerste beurt. Oké, daar gaan we. Let's go! Woo! Oké. Ja, hallo. Dit mag nog. Ja, gauw beginnen. Ja. Oké. En daar gaat hij. Deze bocht doe je beter dan ik. Kijk maar, je ligt gelijk voor. En nog veel ook hoor, trouwens. Hoppa! Ja. Hoppa! 1 seconde lig je voor nu al. Kom op jongens, kom op jongens, kom op! Kom op! Pak hem! Heb ik het zo slecht gedaan? Pak hem! 1.5. Oh. Ja, je moet een foutje maken, wil je niet? Ja, dit is zo'n rotbol. Ja, maar deze ga je echt super vloeiend in. Ja, nee, je hebt aardig wat verloren, maar je ligt nog voor, hè? Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, je ligt nog steeds voor. Een halve seconde. Ja, maar jij weet die rempunten precies. Ah! ja, hier moet je wel remmen, anders is je ronde echt verloren, hè? Oh, dit doe je goed, toch? Dit doe je goed, toch? Kom op! Kom op! Ja, je gaat wel verliezen. Jij ligt nu achter. Kijk, daar gaat hij! Daar gaat hij! Kom op! Je ligt nu... Kom op! Maar hij lijkt... Woe! Kom op! Ik wil hier de kant aan! Nee! Nee, oh, ik had hem bijna! Ja, ik had hem bijna! Ja. Bam! Ja, nou ja, je kan door op het... Ja, ik heb geen zin meer. We rijden trouwens time trial, hoor. Voor mij kan je niet... Ja, nu is mijn tijd er helemaal verpest. Ja. Nou, wil je nog één kans? Ah! Nee, ga jij maar. Ja? Ga jij maar voor je tweede keer. Ah, okay. Oh, wat stom dit. Ik ga hem scherp stellen dan, hè? Oh jongens, ik bouw je echt van. Ik ging zo goed. Ik was je gewoon eruit aan het rijden. Ja, en nu heb jij nog een kans om het te verbeteren. Ja. Trouwens, dit gekraak wat je de hele tijd hoort, dat zijn de pedalen. Sorry, dat proberen we te fixen, maar dat is gewoon heel lastig met de microfoon die we hier hebben staan. Oké, daar komt ie. Jouw tweede tijd. Kom op! Mag je afleiden? Nee, hè? Nee, dat niet. Oké. Oh, ja, jij neemt het begin niet lekker, hè? Nou, hier gaat beter. Oké, je ligt nu... Kijk, ik ben sneller als je net. Hij ligt 800ste voor. 18e bedoel ik. We zijn het de hele tijd verkeerd. Ja. Oh, in een seconde ligt je voor. Oké. Ja, jongens. Oeh. Oh, je ligt weer een seconde voor. Een seconde en een tiende. Ja, als je nu hem nog sneller rijdt. Dan maak ik het jou heel erg moeilijk. Yes, dan ook! Waarom neem je dit allemaal zo vlekkeloos? Kijk, hier een beetje links en dan hier ga je insturen. Hoppa! Ja, maar dit hier. Oké. Oeh. Oh jee. Ja hoor, hij gaat zijn eigen tijd verbeteren. 16e. Oeh, 17e. Oh. Je knoopt wel vol op de kant. Oeh. Ik weet niet of de setup wel goed zou houden. Hij slipt, jongen. Slipt hij? Ja, zie je, daar ligt het aan. Ja, deze bocht hier verpest. Gewoon goed remmen. Gewoon goed remmen en dan... Oh, ja. 17e heeft hij nog verbeterd ook. Oh, ja hoor. En ik heb mijn coaster helemaal niet gezien. 1:15.197. Goed. Oké, jongens. Alles of niets. Mijn laatste. Let's go. Ik moet er gewoon voor blijven. Oké, dit gaat al beter dan het. Kom op. Dit doe je beter. Kijk maar, je ligt voor je. Hoppa! Maar ik zou rustig blijven als ik jou was. Ja. Oh. Langs het casino. Daar zijn we geweest, hè, toen. 2 jaar terug, hebben we daar gestaan. Met vuur heen. Oh, je ligt bijna aan... Ja, dit wordt... Hoe neem je deze bocht zo... Hoe neem je die bocht zo snel? Zie je me rijden. Hoe neem je die bocht zo snel? Ja, ik weet het ook niet. Hoe neem je... Ja, jongens... Dit ga je niet meer halen nu. Kom op! Nee, dit ga je niet meer halen. Je moet wel heel erg... Ja, ik heb nog één foutje gemaakt misschien. Oh, nee! Oké, ik heb nog één poging. Je mag nog één poging doen. Omdat jij wat minder hebt gereden als ik. Nou, je krijgt een extra poging. Kom op. Lego. Ja. Oh. Come on. Het is heel close. Het is heel close nu. Wow! Ja. Kom op! 3/10, 4/10 voor. Wat sturen! Dat is echt niks, hè? Oh, ja. Gas erop. Ja. Oh, waarom zou ik terug naar z'n twee? Kom op, ja! Je ligt nog voor. Kom op! Dat ligt gelijk. Kom op! Lego! Oh shit, insturen! Woe! Wow, je ziet de ghost! Niet te veel kijken naar de ghost. Ja, 2/10, 1/10. Je ligt er bijna voor. Hij ligt gewoon een beetje. Hij ligt... Het ging hartstikke goed! Oké, nou dan nog één poging. Ik mag het nog één keer met mijn vader doen, want ik nu gecrashed ben. Kom op. Oh. Ja. Woe. Je kan met dit circuit echt geen enkel foutje maken, want dan wordt gelijk afgestraft. 2/10, je ligt voor, hè. Het gaat er heel erg goed doen. Oh, lekker dit. 16e, 17e. Je bent sneller. Oh. Deze bocht, nee, ik haat deze bocht! Maar je bent wel sneller nu nog steeds. Je hebt wel verloren. Kom op! Ja. Woe! Nee! Oh, ik ga weer in de drift! Ja, kom op. Lekker! 1/10. Iets minder nu. Ik zou heel rustig blijven nu. Oh! Kom op, die laatste bocht niet weer in de laatste bocht verpesten. 2/10. Ah, je gaat winnen! Je gaat winnen! Oh, waar heb ik het laten liggen? Go! Waar heb ik het laten liggen? Go! Ah! Ja, 2/10. Ah! Ja! Ja! 1:15 helemaal rond! Wat had ik dan? Ik was echt veel te erg op de tijd aan het letten op het laatst. Oké, ik weet dat ik eigenlijk niet gewonnen heb, want ik heb veel meer pogingen gehad, maar... Hij is wel goed. Hij is wel goed. Jongens en meiden, ik heb dus eigenlijk niet gewonnen. Eigenlijk heeft mijn vader gewonnen natuurlijk. Nou ja, je merkt naarmate je rondje bij rondje doet, ga je steeds jezelf verbeteren. Ja. Dat merk je wel. Maar in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou nog een keer zo'n Formule 1 video laten? Zeker achter in de comments. En zoals ik al zei, welk circuit? Laat het hier beneden achter. En tot de volgende keer.